verschil gemaakt moest worden, deden ze niet. Altijd Ajax uit, Europa Cup wedstrijden, altijd. Die vier man, dan denk ik, als je nou, dan neem je het vanavond de boel aan de hand. Ja, dan win je die wedstrijd. Ja, pak je hem vanavond. Dan zeg je, nou, ik ben de man. Ja. Dat dat gebeurt als ze met tegen Ajax speelden, het weekend jij krijgt dit en dat. Dan, ja, kom maar op. Ik ga het doen. En die deed het ook. Ja. En dan is iemand op een gegeven moment, denk je, die is echt klaar. Die is klaar voor het nog grotere werk. Maar zo'n vier man. Nee, het is een meevoetbal. Maar dat je dat niet gaat bereiken? Dat geldt toch ook voor Gakpo? Maar denk je dat ze het niet gaan bereiken ook? Ja, maar hij doet het nog niet. Ruud deed het gewoon. 2 jaar lang. Iedere wedstrijd dat PSV. Dat is wel iemand. Dat is wel exceptioneel groot talent. Ja, maar die ging wel van PSV naar AC Milan. Dat speelde daar. Ja, maar Jaap Stam had ook een stroeve start. Ja, maar geloof jij nou werkelijk dat Gakpo... Weet je, jij zit toch ook te kijken naar Feyenoord RKC. Je zit te kijken naar Sparta Ajax. En dan ga je kijken naar even naar Newcastle tegen Manchester City. Ja. Andere wereld. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Veerman is geen international en Gakpo is nog niet toer. Maar wij zijn van de Vrij ook, van enig mannetje moet aan, dan moet je de Vrij nu zien. Dus is gegooid. Die ging niet naar de top. Ja, maar die ging niet naar de top. Nee, maar die is wel door. Ja, maar die Gakpo gaat naar de top, hè? Dat is toch niet zeker? En over Veerman wordt gezegd. Nee, maar zelfs dat is wel de top, hè? Ja, ik mag van jou voor voetbal houden, hè? Ja, voormalig voetbal. Liever niet? Liever niet. Oké, van een heleboel mannen nu al af, maar...